Kevin Richardson, Antoine McRae, Youssef Salam, Raymond Santana, Corey Wise. Remember their names. Hi guys, ik ben Giuliano en welkom op mijn YouTube channel. Vandaag gaan we het hebben over een serie. Dit is de eerste keer dat ik een serie behandel op dit kanaal. Namelijk de nieuwe Netflix serie When They See Us. Deze video wordt een beetje serieuzer dan andere video's. Want dit is gewoon een hele serieuze topic. En het is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Een verhaal dat naar mijn mening iedereen moet weten. De serie volgt het waargebeurde verhaal van de onterechte vervolging van 5 zwarte jongens in 1989. Voor het verkrachten van een witte vrouw in Central Park in New York. Zoals jullie mij net hoorden zeggen, het was onterecht. Deze jongens hadden er niks mee te maken. Is geen spoiler, want het is een waargebeurd verhaal. Daarom, dit is zoveel meer dan gewoon een serie die je kijkt omdat je je verveelt of zo. En je scrolt door Netflix en je denkt, oh, dit ziet er wel goed uit. Laat ik het kijken. Dit is niet een serie waar je naar moet kijken met verstand op nul. Gewoon om de tijd door te komen. Nee, dit is echt iets waar je op moet letten. Dit is echt iets waar je gewoon echt informatie uit moet kunnen halen. Het is gewoon zo moeilijk om hier een objectieve review over te maken, want er komt zoveel gevoel bij kijken, omdat die pijn die je ziet in de serie, dat is gewoon echt letterlijk de pijn die iemand, die 5 mensen hebben meegemaakt. Ik denk dat iedereen een andere belevenis gaat hebben met deze serie. Ik kijk vanuit het perspectief van een zwarte jongen. Ik kijk vanuit het perspectief van iemand, ja, bij wie het überhaupt zelf zou kunnen gebeuren als ik woonde in Amerika. Ik werd zo boos, oprecht. Heel erg boos. Ik wist niet of ik deze serie überhaupt kon afkijken, want ik kon het gewoon niet meer aanzien. De gehele cast, gewoon echt iedereen verdient iets. Gewoon letterlijk iets van een Emmy of zo. Geef ze alle prijzen. Oscars, ook al is het geen eens een film, geef ze die. De acteurs die de jonge versies van de Central Park 5 speelden, zijn echt allemaal stuk voor stuk. Die zijn het beste. Die zaten echt, die deden mij het meest pijn. Want ze zijn ongeveer 13, 14, 15. Wanneer dit allemaal gebeurt, wanneer hun leven letterlijk van hem wordt afgenomen. En die pijn was zo voelbaar. Echt, ik kon het gewoon echt niet aanzien. In tijden heb ik nog nooit de villain van een serie of een film zo erg gehaat. En ook puur omdat dit een waargebeurd verhaal is. Deed persoon, dacht die dingen, deed die dingen richting 5 onschuldige jongetjes van 13 tot 15 jaar. Wacht even. Iedereen in de hele cast is geweldig, maar ik moet specifiek 1 persoon noemen. En dat is Jarrell Jerome. Jarrell speelt Corey Wise. Zijn rol is zo aangrijpend. En hij is de enige acteur die, zeg maar, de kinderversie speelt van zijn personage en de volwassen versie. Performance van het jaar. Geef hem al die awards. Hij was fenomenaal, echt. Ik bedoel, ik wist zelf niet eens dat het dezelfde acteur was. Want je zag echt duidelijk het onschuld in jonge Corey. En het voelde echt als een kind. Terwijl volwassen Corey echt gewoon een heel ander personage is. Er zat zo'n groot contrast tussen beide versies van het personage dat ik gewoon was overtuigd als een andere acteur. Maar op een gegeven moment kwam mijn zusje binnen en die had de serie al gezien. En die zei tegen mij, wow, dit is zo knap dat gewoon 1 acteur beide rollen speelt. En ik was van, no way. Dus ik googelde het en het was gewoon dezelfde acteur. Toen dacht ik echt van, wow, gast, echt. Er waren bepaalde scènes met volwassen Corey waarvan ik echt dacht van, wow, nou, that is acting. Jullie kennen mij nu al een tijdje. Ik zeg wel vaker, ik ben niet zo'n huiler bij films of series. Ik heb echt iets van 3 keer gehuild in deze hele serie van maar 4 episodes. Ik vond het echt de perfecte lengte voor deze serie, want ja, ze probeerden het niet onnodig uit te breiden, weet je wel. Je hebt heel veel van die series, die maken het veel langer dan dat het nodig is. En zij konden hun verhaal echt kort maar krachtig, en dat ook echt heel krachtig, kwijt in maar 4 episodes. En dat was perfect. Ava DuVernay, man. Echt een geweldige director. Ik kijk echt naar haar op als aspirerend filmmaker. Selma, briljante film. Echt heel erg goed gedirect. Ook de manier van filmen is hartstikke interessant en het houdt de aandacht. Gewoon bepaalde camera points, angles. Echt heel erg nice. De belichting, maar ook de manier waarop de karakters in beeld worden gezet. Dus kijken ze naar de camera of hoe staan ze eigenlijk gepositioneerd. Hele goede stuff. Echt hele goede stuff. The Boys staan beter bekend als de Central Park 5. En zo zou de serie in eerste instantie ook genoemd worden. Maar Ava en de jongens zelf wilden dat niet. Want dat is echt een naam die de public aan ze heeft gegeven. En het zet een soort van label op hun.
Een label die ze helemaal niet verdienen. Ze wilden gezien worden. Ze wilden dat hun verhaal bekend werd met de wereld. Vandaar When They See Us. En ik vind dat echt ook een briljante titel voor deze serie. Ik zou deze serie aanraden aan iedereen. Echt, dit is de serie waarvan ik echt denk van, iedereen moet het zien. Het is niet dus alsof het mijn favoriete serie is of zo, want ik zie het niet echt als een serie. Ik zie het meer als een hele lange film. Of een documentaire. Ja, het is geacteerd, maar het is wel geïnspireerd op een waargebeurd verhaal. En het is basically verteld vanuit het perspectief van de jongens zelf. Ik bedoel, de originele jongens hebben hier aan meegewerkt. Het is een hele goede en ook vooral belangrijke serie. En ik ken wat mensen die zouden zeggen, nou, ik weet niet. Voor mijn gevoel is het misschien te politiek of te serieus. Ik hou meer van wat leuke uplifting series, weet je wel. En tegen die mensen zou ik zeggen, challenge jezelf, want dit is een super belangrijke serie. Dit representeert zoveel zwarte jongeren in Amerika die onterecht vastzitten. Misschien kijk je liever een serie om eventjes met je hoofd weg te zijn uit deze wereld. Maar dit is de wereld, dit is de realiteit, dit is er gaande op dit moment. De wereld is nou eenmaal niet rooskleurig en dit is een goede serie om jezelf te educaten. Dat je weet wat er gaande is en je kan er anderen ook mee helpen. Ik kan niet meer de nadruk leggen op hoe goed deze serie is. Of jij het zelf gaat kijken ligt in jouw handen. Het staat in ieder geval op Netflix. Zeker een aanrader. Als je de serie gaat kijken raad ik je ook aan om de 5e episode te kijken. Dat is meer een bonusaflevering. Daarin interviewt Oprah de echte 5. Het is echt heel erg interessant want je hoort het verhaal letterlijk uit hun mond. Dus je hebt net de serie gezien en dan hoor je nu hun gedachten erbij. En misschien iets dieper ingaand op bepaalde scènes die je eerder hebt gezien. Dus ja, that's it guys. Hebben jullie When They See Us al gezien? Wat vonden jullie ervan? Of gaan jullie het nog kijken? Let me know in the comments. Like, subscribe en share if you care. Volgende week ga ik een review doen over Spider-Man Far From Home. Volg mij op mijn Insta voor meer updates over dit kanaal. That's it guys. Ciao.